Vlauw, welkom op de site van de Oosthinderstraat. We hebben deze site doelbewust gekozen om al onze verschillende cameratoepassingen eens te presenteren aan jullie. Als u links van jullie kijkt, dit is een klassieke vaste camerapaal die hier ziet staan. Uitgerust met een klassieke droomcamera. Een droomcamera die 360 graden kan filmen. Dit was de investering die we op Geden altijd hebben gedaan. Waren vaste camerapalen met een droomcamera. Meer en meer gaan we ook over tot de combinatie tussen droomcamera en vaste camera's. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we daar nog een betere resultaten mee kunnen halen. Zoals de burgemeester zei, gaan we nu de ganse zeedijk, en dat is het uiterste puntje waar we hier staan, waar de laatste camera staat, maar tot en met Heist, Heldenplein, is de ganse zeedijk nu gedekt door camera's. Wat voor ons een meerwaarde is, zeker bij dergelijke zomerse temperatuur, heel veel mensen op de zeedijk, die ons dat wel helpt in het kader van bijvoorbeeld de verloren op de kinderen vlugger te kunnen terugvinden. Dit zijn de vaste camera's. Achter mij zie je een aantal andere cameratoepassingen. De klassieke combi met ANPR-toepassing, die hebben we al gepresenteerd. Die zetten we voornamelijk in onze reguliere werking om heel mobiel informatie te garen, die dan dienst is voor verder recherchewerk. Degene die ertussen staat is onze verplaatsbare camera. Daar zijn we toch wel een stukje uniek in het politielandschap. Deze camera is met 4G-connectie uitgerust om onze beelden onmiddellijk te transiteren naar ons politiecentrum, waar onze operator dan live de beelden kan kijken en onze ploegen kan uitsturen op het terrein. Deze wordt voornamelijk ingezet in het kader van evenementen, op locaties waar we geen camera's hebben, in het kader van de aanpak van overlast, bij tijdelijke fenomenen en dergelijke meer. En het laatste nieuwe is onze anoniem voertuig met ANPR-uitrusting. Niet meer zo anoniem nu. De platen zijn weg. Nee. Ja, dus het is niet meer zo anoniem, maar het is een anoniem voertuig. De ANPR-camera's zijn niet meer ingewerkt in het voertuig. Wat bij deze wel is, ze staan op het dak. Maar die zijn uitgerust met nieuwe technologie die op het dashboard staat. Wordt voornamelijk gebruikt bij de aanpak van bepaalde criminaliteitsfenomenen om anoniem door het verkeer te gaan rijden. Het is voornamelijk de combinatie van deze vier tools die de meerwaarde voor ons betekent om successen te boeken. En successen hebben we wel, want voor de maand juli hebben we niet minder dan een dertigtal personen op heterdaad betrapt die ook aangehouden zijn en die momenteel verblijven op een rustige plaats in het binnenlandse centrum in Brugge. Dus meer en meer boeken successen, niet meer door klassieke CCTV of door ANPR op zich te gebruiken, maar door de combinatie van beiden en natuurlijk door daar een stukje gezond recherchewerk aan te koppelen. Voilà, dus ik denk dat nu wat jullie dat